De onderwijssector is aanzienlijk getroffen door de COVID-19-crisis en pandemie. Schoolsluitingen brengen hoge sociale en economische kosten met zich mee en verergeren reeds bestaande ongelijkheden binnen het onderwijssysteem. Ondanks de COVID-19-besmettingen wereldwijd toenemen, raadt de uitvoerend directeur van de UNICEF, Henrietta Fauré, het af om de scholen te sluiten. Volgens Fauré is het bewijs duidelijk en verder langdurige landelijke schoolsluitingen zal resulteren in beperkte middelen voor studenten, leraren en ouders en gebrek aan toegang tot leren op afstand zal ernstige gevolgen hebben. Deze sluitingen hebben tientallen jaren van vooruitgang in het onderwijs teniet gedaan en de kindertijd onherkenbaar gemaakt. Er is een schaduwpandemie van kinderarbeid, kindhuwelijken en geestelijke gezondheidsproblemen ontstaan, zei Fauré. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur deelt de mening van de UNICEF en de UNESCO en zal, voor zolang het verantwoord is, de scholen niet sluiten. Belangrijk is wel dat een ieder zich aan de Mohana-regels houdt en het schoolgaan zo veilig mogelijk maakt, meldt het ministerie vandaag via de communicatiedienst Suriname CDS.